What's up gasten, SkillmanVVZ hier met vandaag een nieuwe video en het is een hele speciale, want vandaag vergelijken we twee van de beste linksbuitens uit het spel met elkaar. Maar eerst wil je FIFA Ultimate Team coins kopen, ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service. Gebruik de code VVZ bij betalen voor 5% korting. Goed, we kijken naar de spelers die we gaan vergelijken. En de eerste heet Neymar dos Santos da Silva en Neymar gaat het opnemen tegen niemand minder dan Marco Reus. De pluspunten voor beide spelers, Neymar natuurlijk, zijn dribbelen is heel erg hoog. Daarnaast heeft hij een goede snelheid, sterker nog, sneller dan Reus, al doet anders vermoeden. En zijn controle over de bal is heel erg groot. Marco Reus daarentegen heeft veel kracht, kan geweldig goed schieten en dat zie je ook terug in zijn schotkracht natuurlijk, hoger dan Neymar. En zijn passing is ook veel beter dan die van Neymar, dus dat zou ook heel belangrijk zijn. Beide zijn ze trouwens 86 algemeen, vast je nog niet was opgevallen. We gaan nu even kijken naar hoe ze het voor mij hebben gedaan. Te beginnen met Neymar. En Neymar gebruikte ik in dit team. Kijk eventjes rustig. Als je het hele team wil zien, zet je hem even op pauze. En dan kijk je even rustig door wie ik ongeveer heb gebruikt. Een leuke hybrid. Een aanrader als je Neymar wil gebruiken. Maar verder, ja, was het een beetje lastig om met Neymar te spelen. Dat gaan we ook in een aantal oefenwedstrijden en gewone wedstrijden zien. Ik speelde natuurlijk online met Neymar. En ik heb best vaak met hem gescoord. Uiteindelijk zie je ook hoe vaak ik met hem heb gescoord. En vooral echt zijn grote pluspunten waren natuurlijk zijn snelheid en dribbelen. Hier zie je ook een paar kleine actietjes. Neymar zoekt vrije ruimte. Kan natuurlijk veel met zijn skill moves. Ook een groot punt. Neymar 5 sterren skills, 5 sterren weak foot. Reus 4 sterren skills, 4 sterren weak foot. Je krijgt een goede penalty met Neymar. Een dribbelende actie. Dat zag ik vaak bij Neymar. De bal aan de voet. Dribbelt hij gewoon makkelijk langs verdedigers. Hij is gewoon lastig te pakken ook. Snel, heel erg behendig. En ja, hij wist gewoon heel vaak onderuit te halen. Dat is het enige echte grote nadeel van Neymar. Hij heeft geen kracht. Dat vond ik echt heel jammer. Neymar is heel makkelijk van de bal te zetten. Door bijvoorbeeld spelers als Hummels en Pepe en zo. Hier krijg ik een penalty met Neymar. Uiteindelijk mis ik ook nog een penalty met Neymar. Hier schiet ik hem wel toevallig binnen boven de keeper. Er vallen ook een paar hele mooie goals zometeen. Hier nog een kleine actie van Neymar. Hier doe ik een hele mooie skill move. Helaas, hier zie je weer zo'n momentje dat hij makkelijk van de bal af te krijgen is. En dat was eigenlijk een beetje het nadeel van Neymar. Ik vond heel erg, op het moment dat je Neymar in je team hebt zitten, speel je eigenlijk omdat je Neymar in je team hebt zitten. Hier was een mooie actie, maar het was eigenlijk zo van, ik zocht de hele tijd naar Neymar en dat was wel een beetje een nadeel. Hier weer een paar kleine actietjes, de skill moves, 5 sterren skills komen in handy, maar ja, hij wordt weer van de bal afgezet. Hier krijg je trouwens wel een hele mooie actie. De tegenstander heeft al rood. We vinden de bal hier bij de voet van Iniesta. Die vindt Rondon, waarmee ik de speelde, dus in vorm. Neymar chopt hier eerst naar binnen. En dit is een van die momenten dat ik dacht van Neymar is toch wel heel goed. Hier die dribbel. Het schot wordt dan gehouden, maar daar is dan uiteindelijk hulp om te scoren. Dus Neymar gaf voor mij heel vaak de goal, maar soms ook de assist. En daarin merk je dus gewoon dat hij gewoon heel erg doelgericht is. Ook hier dit soort acties. Dit is nou wat ik bedoel met hij is niet heel erg sterk. Hier is het Hummels volgens mij 1 op 1 tegen Neymar. En die gaat Neymar onderuit. Het gebeurt nog een paar keer zometeen. Dat zul je ook zeker wel zien. En dan krijgt hij dan wel een vrije trap mee. Maar ja, daar wil je toch liever dat je speler behendig is om de bal nog aan de voet te hebben. Hier ook weer een paar kleine actietjes. Neymar zoekt gewoon de ruimte hier. Vindt dan uiteindelijk Hulk. Die vindt Neymar. Een hele mooie opgezette aanval. Hij schiet. En deze had hij moeten afronden eigenlijk. En soms had hij gewoon met dit soort momenten dat hij hem niet afrondt. Kreeg dan uiteindelijk wel een corner. Iniesta geeft hem voor. Bal valt uiteindelijk via Quintrao zometeen bij Neymar. En ja, het zijn van die momenten dat je denkt van Neymar is gewoon dodelijk rond de 16. Hier krijgen we hem bij Iniesta en dan naar Neymar toe zometeen als het goed is. Nee, ik schoot hier toevallig zelf met Iniesta. Dat was het. In ieder geval, Neymar had gewoon heel veel acties. Zoals hier ook weer, dat je denkt van dat is gewoon super gevaarlijk. Geweldige dribbel hier om de verdediging te ontwijken. En let op deze finish. Een heerlijke afmaakgoal van Neymar. Zulke soort acties kreeg ik wel vaak eruit. Als hij dribbelt, super gevaarlijk. Echt super verschrikkelijk gevaarlijk. Ik gaf net ook al aan, dribbelen is een van zijn hoogste punten. Afmaken is dit geweldig natuurlijk via de binnenkant van de paal. Neymar was gewoon een dodelijke speler om mee af te maken. Wat ik al zeg, het nadeel, hij is niet heel sterk. Als je niet zo van de skill moves bent, zoals dit. Dit was wel een hele mooie skill, maar kom er uiteindelijk gewoon niet door. Als je niet zo van de skill moves bent, is die gewoon niet zo super goed. Maar zijn volleys en zo, die mogen er zeker wezen. En hier is zijn snelheid weer een heel belangrijk wapen. En dat bedoel ik nou, dit had ik vaker met Neymar dan met Reus. Dat Neymar gewoon snel is, om de keeper heen kan. En let op deze goal trouwens. Dit was een geweldige. In één keer op de volley Neymar over de keeper heen. Geweldig strak in de kruising. Gaat hem nog een paar keer terugzien.
Maar volleys is ook een van de punten waarop Neymar hoger scoort dan Royce. Hij heeft volgens mij van 84 of 85 volleys. Let op, in één keer op de volley. Keeper is kansloos. Geweldige goal van Neymar hier dus. En dat bewijst hij natuurlijk wel. Volleys, sterk punt. Schieten, redelijk. Dribbelen, geweldig. Kracht, jammer. Zwakte. Dat is wat ik van Neymar vond vooral. Hij kon ook een redelijke vrije trap nemen. Hier ga je dat ook zien. Neymar, hij zet zelfs een mannetje op de lijn. Neymar trekt zich er niks van aan. Hij schiet hem gewoon binnen. 86 rated. Mag je van hem verwachten natuurlijk. Niet de beste vrije trappen. Maar hij schiet hem wel geweldig binnen. Al met al zou ik Neymar aanraden op het moment dat je je BBVA team wil hebben. En je kan niet bijvoorbeeld Ronaldo betalen. Dan zou ik echt voor Neymar gaan. Anders zou ik toch kijken naar andere opties. Hij kost je wel 200 tot 300k op zijn Xbox en volgens mij 300 tot 400k ondertussen op de PlayStation. Maar ja, dan krijg je dit soort acties natuurlijk wel voor terug. Hier Neymar, mooie actie door de verdediging heen. Geen enkele verdediger kan bij hem komen en dan schiet hij hem helaas net niet binnen. Maar toch weer zulke soort dodelijke acties. Hier ook weer Neymar, vaak langs de zijkant, kijken waar de ruimte is. De dribbel is real en dan staat hier 1 op 1 met de keeper, maar dan kan de keeper uiteindelijk toch redden. Maar Neymar was dus een van de spelers die dodelijk was. Echt, hier bewijst hij het ook weer. Goeie kans, 5-ster skill moves komen handig. Je ziet uiteindelijk 6 games, 8 goals met Neymar. 319k was die, een aanrader. Dit is het team waarin ik Royce gebruikte. En ik moet zeggen, hoe goed Neymar ook was, Royce is beter. Veel, veel beter. 100k goedkoper, maar Royce scoort zoveel. Hier super behendig, heel rustig afgerond. Dat vond ik van Royce vooral. Zijn snelheid is een geweldig wapen. Net iets minder snel dan Neymar voelde die aan. En daarom gaf ik Neymar net ook het pluspunt met snelheid. Maar gewoon het afmaken van Royce. En de dribbel was gewoon ook perfect. Neymar kan beter dribbelen. Heeft ook hogere skill moves en weak foot. Maar bij Royce merkte ik gewoon veel meer dat ik op mijn plaats was. Hij speelt namelijk niet in zijn eentje. Dat ik bij Neymar wel merkte. Maar gewoon als team. Heel vaak scoorde ik ook andere goals met andere spelers. Waarbij ik dus met het team van Neymar vooral om Neymar zelf heen draaide. Hier ook weer Royce. Geweldige snelheid. De dribbel is real. Kan langs de verdediging en hier is hij niet meer te stoppen. Dit deed hij heel vaak voor mij. Hier wordt hij dan toevallig onderuit gehaald. Dan krijgen we een penalty mee. Maar Royce ging heel vaak van links naar rechts bij mij. En de tegenstander werd helemaal gek van hem. Dit is natuurlijk een terechte penalty. Wordt onderuit gehaald. Deze penalty nam ik met Royce. En ik liet hem er expres in zitten door de actie. Maar ik mis hem uiteindelijk. Dat zeg ik je alvast. Hij komt zo meteen hier. Marco Royce selecteer ik dan. En dan sta ik oog in oog met Weidenfeller. Ik had hem zelf beter af moeten ronden. Maar Royce die kan ook veel penalties scoren. Hier, Weidenfeller redt hem goed. Goede redding van de keeper, geef ik hem mee. Neymar en Royce misten allebei 1 penalty. Maar dit soort acties, dit bedoel ik. Nou, hier koop je Marco Royce voor. Gewoon recht door de verdediging heen. Keepertje staat erbij. Hier, in helaas in het geval, dribbelde ik zelf niet goed. Balbalans zometeen uiteindelijk toch nog bij Royce. Die kan goed schieten, maar weer Weidenfeller die een goede wedstrijd keepte. Uiteindelijk zult hij hem nog wel een paar om de oren krijgen hier. Want we krijgen nog een corner met Hulk. Dan wordt de bal naar voren gegeven. Kopt Rondon hem toevallig nog. En dit is een beetje teamwork wat ik merkte. Royce hier zo, krijgt de kans. Schiet, wordt onderuit gehaald. En wederom een penalty. Marco Royce versierde gewoon goede penalties voor mij. Ja, dit is natuurlijk terecht weer. En hij scoort hem uiteindelijk hier wel in de herkansing. Maar dat merkte ik dus bij Royce. Veel meer kracht. Dribbel is gewoon goed. Net iets minder goed als Neymar misschien. Maar je merkt het verschil gewoon haast niet. Hier schiet hij hem goed binnen dan. Zelfde hoek. Net boven de keeper. Marco Royce scoort wederom. En dit soort acties ook vaak bij Royce. Dus de ruimte zoeken. Waar kan ik heen? Vindt hier de bal aan de voet. Tussen twee man door. Bam. Goal. Gewoon zomaar. Eventjes erin geschoten. Dat miste ik dus heel erg bij Neymar. Die toch wel 100k duurder is. Hier weer een actie langs de flank. Staat hij weer op rechts. Kapt hij naar binnen. 3 man uitgespeeld. En goal. Dat merkte ik dus bij Royce. Uiteindelijk scoorde ik iets van 18 goals of zo in 11 games met Royce. Echt een ongelooflijk hoog aantal als vleugelspeler. Hier weer Royce. Voor 200k heb je hem dus. Marco Royce, je dribbelt overal voorbij. Schiet hem makkelijk binnen. Binnenkant paal, Marco Royce, wederom een goal. Dus als je moest kiezen tussen Royce of Neymar, bij deze alvast Marco Royce, hands down. We gaan zo meteen nog eventjes de bevestiging bekijken natuurlijk. Hier schiet ik hem helaas mis. En zoals je ziet, ik dribbel gewoon de hele tijd van links naar rechts, rechts naar links. Overal staat hij. Hier staat hij toevallig weer een beetje rond het midden. Vindt iemand de bal op rechts en ja, goal. Kan je nu al zeggen, Marco Royce buitenkant schoen, heerlijk geschoten, goal. Zo gaat het bij Marco Royce. Dus als je Neymar moest halen, haal hem dan voor je BBVA-team. Haal anders Marco Royce. Ik zou zelfs bijna zeggen, ga nu naar je bankaccount. Kijk of je 200k in je team hebt zitten.
Desnoods verkoop wat spelers en haal Marco Reus. Want kijk, dit soort acties, hier doe je het voor. Dit is Marco Reus op zijn best. Gewoon de hele verdediging doorgedribbeld. Schieten, goal. Dat was het continu voor mij. Dat was een beetje het gevoel wat ik miste bij Neymar. Wat je dus echt krijgt van Reus. Hij is zo goed. De dribbel is bijna perfect en zijn schot is zoveel beter dan die van Neymar. Al doet die volley van net natuurlijk wel anders denken. In ieder geval, Marco Reus is dus een echte aanrader om te kopen. Neymar ook wel. Hij heeft natuurlijk wat meer skills en als jij echt een skiller bent, dan is misschien Neymar net wat beter voor jou. Maar hier bewijst Reus ook dat hij redelijke skills heeft. Dribbelt er makkelijk langs en schiet. En wederom een goal vanaf rechts. Marco Reus is een van die spelers. Die moet je gewoon in je team hebben. Dit jaar heb je hem nog niet uitgeprobeerd. Probeer het dan zeker weten. Ik snap nu ook dat Thomas van Zeven een road to Reus doet. Want het is gewoon een geweldige speler. Hier uiteindelijk staat het al 4-0 zoals je hier ziet. Dan krijg ik hier de bal terug via Cahill. Het team is trouwens ook redelijk hier. En let op dit. Marco Reus, urenklasse. Over de keeper heen. Zo zag ik ze dus niet bij Neymar. Maar Reus kan het gewoon. Heb je de coins nogmaals. Koop Marco Reus. Echt een van de allerbeste, zo niet de beste linksbuiten die ik heb geprobeerd. Ik heb Ronaldo nog niet geprobeerd. En ik zeg ook, Neymar is een goede vervanger voor Ronaldo en eventueel Reus ofzo. Maar hij is duurder. Je betaalt zeker 100k meer voor Neymar dan voor Marco Reus. Hier zie je het nog één keer in actie. Marco Reus om de keeper heen. 6-1, wedstrijd gespeeld. Ideaal, echt ideaal. We krijgen nog een paar goals van Reus. En dan gaan we naar het eindresultaat dus toe. Maar ja, we weten het eigenlijk al wel. Ook hier zo, herstelt net op tijd, snelheid langs Kompany. Kompany kan hem tegenhouden, wordt onderuit gehaald. Wederom een penalty. En dit is de laatste penalty die Reus scoort. Goed, laten we naar het resultaat gaan van Neymar tegen Reus. Al is het toch best wel duidelijk. De wedstrijd Neymar tegen Marco Reus. Neymar nog één keer heeft veel meer dribbelen. Snelheid is sneller. En zijn controle is veel beter over de bal. En Marco Reus heeft meer kracht. Schiet veel beter en paast veel beter. De wedstrijd is uiteindelijk beslist en gewonnen door Marco Reus. Heb jij 200k in je Ultimate Team account zitten? Haal hem dan gelijk. Marco Reus is een van die spelers die je zeker weten moet gebruiken dit jaar op FIFA. Dit was het einde van de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat dan even een like achter. Daarnaast is mijn naam Skillman VVZ. Dank je voor het kijken, liken, abonneren en delen. Zie ik je graag volgende keer terug bij een nieuwe video. Later!